Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door EJ Music TV. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. Welkom bij wederom een aflevering van Klip en Klaar. Ik heb hier een hele leuke reactie binnengekregen via de website www.eriktv.nl. En de reactie is van André van Amstel, een collega-artiest van mij, die een prachtig liedje gemaakt heeft over een dame. Nou ja, daar straks veel meer over. Ik verwacht hem ieder moment hier aan de deur en als hij er is, dan kunnen we... Zou je hem hebben? Hallo André, van harte welkom. Kom boven. Ja, oké. Okay. André van Amsterdam. Hi André. Hey Erik. Welkom. Kom alles verder. Goed? Ja, alles goed. Ga lekker zitten. Dankjewel. Het was een lange reis voor jou ook vanuit Noord-Holland, denk ik. Ja, kun je wel stellen. Ja. Wil je wat drinken? Nou, wat heb je? Koffie, frisdrank, cola light, gewone cola, vruchtensap. Lekker kopje koffie. Kopje koffie? Heerlijk. Mag ik één kopje koffie alsjeblieft? Komt er zo aan. Gelijk maar beginnen met de deur in huis vallen. Je hebt mij een geweldige mp3 gestuurd met een liedje over de strekking van het liedje is Ze is een dame. Ja. Klopt, hè? Het is geïnspireerd op een Engelstalig nummer van een tijdje terug. Ja, Tom Jones. Nou, hele tijd terug, hè? Is het van Tom Jones? Ja, ja, ja. Oh, dat wist je. She's a Lady is van Tom Jones uit de 60er jaren, denk ik ergens. En in principe is jouw strekking in jouw verhaal, ze is een dame, het is van gelijke strekking, hè? Dus je adoreert haar als het ware. En wat ik nou wilde voorstellen aan jou om als clip te gaan doen, ik wil jou helemaal strak in pak, weet je, 50er jaren stijl, in een 50er jaren club neerzetten, in zo'n nachtclub, met zo'n microfoon ook uit de 50er jaren, zo'n groot ding. Ja, ja, ja. Jij zingt daar dat nummer, dat is ook de enige plek waar je dat nummer zingt. En daardoorheen, door dat zingen van jou, zie je een verhaallijn lopen. En die verhaallijn is een mooie dame die in een auto stapt. De deur wordt voor de open gehouden, ja. Deur gaat dicht. Ja. Ze is onderweg naar die nachtclub waar jij staat te zingen. Mm-hmm. Nou, onderweg kunnen we van alles nog laten gebeuren. Waaruit blijkt dat zij echt een dame van goede komaf is. Ja. Uiteindelijk is zij in die bar. Het is eigenlijk het einde van het optreden, het einde van de clip, ook het einde van het liedje. Zij bestelt bij de barkeeper, die eigenlijk aan het schoonmaken is, bestelt ze nog een drankje. Een laatste mooie luxe cocktail. Ze kijkt even naar jou ook. Jij staat er te zingen nog steeds met die microfoon. Ze is een dame. En dan, aan het einde van de clip, dan wil ik proberen, als je dat vindt, een verrassingseffect in te bouwen. En dan heb ik alleen nog geen idee wat het verrassingseffect moet worden. En al zou ik een idee hebben, zou ik het nou ook nog niet vertellen. Want het is niet leuk als jullie daar naar de clip zitten te kijken als die klaar is. En je weet al wat er gaat gebeuren. Is ook niet leuk. Maar wil jij daar even over mee brainstormen? Over mee nadenken wat we als verrassingseffect aan het einde zouden kunnen doen met die dame? Ja, eigenlijk iets wat je niet verwacht van die dame. Exact. Ja, toch? Ja, dat moeten we doen. Ja. Weet jij een mooie dame trouwens die we zouden kunnen bellen daarvoor? Ja, ik weet wel een hoop mooie dames. Maar ik weet niet of we die zomaar kunnen bellen natuurlijk. Laten we gewoon wat proberen. Laten we gewoon aan de slag gaan. Laten we gewoon aan het werk gaan. We zien wel hoe het loopt. Ja. Kijk maar gewoon mee hoe het gaat. I never worked a day in my life. Nou, wel lekker dat ik heb met jou. Jongen, ja, kijk eens, dat ziet u thuis niet, maar... Hij staat hier met die microfoon in zijn handen naast de cameraman. Ik bied even overal mijn excuses aan. Het is allemaal mijn schuld. Terecht. En als je zich afvraagt, wat is er dan zijn schuld? André gaat het even uitleggen, maar ik ga naast de camera staan. Ga jij maar naast de camera staan. Mensen willen jou niet eens meer zien. Sorry. Nou, wat is het geval, beste mensen? Erik, we zouden 2 dagen opnemen, deze clip. En allemaal goed voorbereid, dacht ik. Was het ook natuurlijk. We zouden vandaag naar Utrecht gaan. Het duurde al 2,5 uur, beste mensen, om van de kop van Noord-Holland naar hier te komen. Ongelooflijk, vanaf Bad Hoeverdorp tot Utrecht was 1 file.
En die stad hier, dat wil je ook niet weten. Maar goed, uiteindelijk waren we er dan in Utrecht en de locatie afgekeurd. Ja, terecht. Ik had het al gedacht vanaf de internetsite die ik heb. Ik had het al gezegd tegen je. Maar ja, jij was ervan overtuigd dat het allemaal goed was natuurlijk. Maar helaas, niet goed genoeg. Dus in allerijl hier een hotel gebeld. Hotel Fiji. En ja, dan gaan we ook weer Fuji. Want dat was toch ook niet helemaal wat we gedacht hadden. Wel heel mooi binnen hoor, trouwens. Een fantastisch hotel, daar gaat het niet om. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Praying Snoop Chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Ik denk dat we contact op moeten nemen met de mensen van de Houten Herberg in de Goren. Het is niet helemaal een nachtclub, maar ja, ik denk dat heel goed is. Een mooie bar, leuk podium om op te staan. Dus ik denk dat helemaal goed gaat komen. My smoke on, then go home with something to poke on. Locust song for the 2000. Coming real, it's the next episode. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft. We don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold. Ja, ik ken wel iemand bij de Houten Herberg. Die moet jij maar even bellen, denk ik. Ik zal hem wel even bellen. En nou, dat zal best wel lukken. Ja, ze moeten natuurlijk net de gelegenheid hebben. Maar goed, dat valt wel te regelen, ergens volgende week of zo. En ja, Ingrid moet ook nog gebeld worden. En dat laat ik liever even aan jou over dan. Ik ben Aad de Dekker. Ik ben eigenaar van Bar Discotheek de Houten Herberg in de Goren. A lot of bitches up in here tonight, boy. I'm about to get drunk. Ja, ik was wel een beetje overvallen dat ze me belden voor die clip. Maar ik vind het wel leuk om de zaak zo ook eens in een ander gezicht te laten zien. No more focus, hopos, got a career. And I like your brazier, there's a party in here. And I'm ready to talk naughty and Veronica's here. She erotic and it's hot, so I Heineken beer. Pull it to the side and invite her to cheers. Pull up a chair, nigga swear, no drama. Prepare for a player who working with a monster. I ain't got time to waste. Let's vacate the place, shed blinds and drapes. Grind to your face in a grimy state. Concentrate, you will find that you're bound to gain. What we found was fate. We can watch two incredible mates masturbate. Why settle or wait? Let's escalate to the nearest Super 8 and see your rivers on the mirrors and the smearing booty cheeks. Come on! This is my favorite song. I sing along when the DJ goes in. Nou, André van Amstel heb ik een keer gezien op een middag, een Amsterdamse middag bij mij, met Walter Kroes zat in het voorprogramma. En toen viel hij mij al op als een toch wel een vrij redelijk goede zanger. Look around the club, booty everywhere. She caught me staring and my homies daring me to approach Karen. She's model material. But she got a venereal, tons of baby fathers, baby bottles and cereal. She holla cause I got a lot of denario. The DJ's playing Obi song on the stereo. And she's impaired and she wants to be heading home with the real thing, not the dildo clone. And I know I don't wanna be heading home with some double D's full of silicone. 10 hood rat chicks around me outside. Found me outside, clown me outside. Till I popped the trunk and they found me outside. Busting at the bitches screaming off to their rides. And this is my favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some tea. And this is my favorite song, I sing along when the DJ throws it on. And if I leave here tonight and I fall asleep and wake up, hopefully she got some tea. Okay, roly polies everywhere. Gotta find a slim chick's atmosphere. Obesity's blaring and she got me fearing. She gon' come over here and try to eat me literally. Like a box of Cheerios, carry cupcakes and chocolate Tizzy Rose. I'm out of order cause I got a big girl. Ja, een chique dame. We hebben gedacht, het moet niet te jong zijn. Het moet echt een dame zijn. Ook weer niet op leeftijd natuurlijk, maar in de bloei van haar leven eigenlijk. En ja, ik denk dat we die gevonden hebben in Ingrid.